8:30. En ik zie aan de reacties, ik zie dat Neeske instuurt goed verstaanbaar. Dus er zijn mensen die meeluisteren. En tegen al die mensen en tegen jou ook wil ik zeggen: goedenavond. Ik hoop dat wij goed verstaanbaar zijn. We gaan rustig praten. Zijn we nou niet goed verstaanbaar, dan is het aan te raden om oordopjes of een koptelefoon te gebruiken. En namens Bibliotheek Gouda heet ik jullie van harte welkom bij Ontmoet Schrijvers Online. Ontmoet Schrijvers Online is een serie van 7 interviews in een samenwerking tussen ProBiblio en 7 bibliotheken uit Zuid-Holland. Voor deze uitzending is Bibliotheek Gouda de gastheer. Mijn naam is Bram van Reewijk, nou, vanuit Den Haag dus. En ik ben presentator en moderator bij Bibliotheek Gouda. Vanavond ga ik in gesprek met iemand, nou, we zien hem al in beeld, die zijn boek uitbracht afgelopen 3 maart. Dat is ook de dag waarop hij jarig was. Hij is de derde in een gezin van 4 zoons en onze gast voor de derde editie van Ontmoet Schrijvers Online. Splinter Chabot, hartelijk welkom, nog even formeel bij deze. Ja, dankjewel Bram. Dankjewel voor de introductie. En wat leuk dat het de derde bijeenkomst is, want ik zou zo meteen eigenlijk wat over zeggen. Ik weet, is het toevallig of heb je dat espresso uitgezocht? Nee, voor hoever ik het weet is dat gewoon toevallig, maar ik zag al inderdaad dat het nummer, dat het cijfertje 3 vaak terugkomt bij jou. Jazeker, het heeft dus ik ben de derde zoon, op de derde jaar in de derde maand van het jaar. Juist. En in het boek eigenlijk is bijna alles, dat weet eigenlijk niemand, maar dat is voor de, ja, is meer een geintje voor mezelf, maar bijna alles is op 3 terug te vormen. Het zijn natuurlijk 3 delen, het boek. Zo, ik ga nu al de details in, ik zal de Dat mag, weer dat mag. gaan hoor. Maar het zijn natuurlijk 3 delen, David, Daniel, Arthur. Maar ook in alle omschrijvingen, als het gaat over de juf zette 3 stappen weg, of ze zette 1, 2 stappen weg en draaide daarna om. In alles komt de 3 voortdurend terug. Dat heb ik een beetje als geintje gedaan. Dus het is heel grappig dat we nu, en ik kwam ook binnen, het is heel grappig dat we nu dus in de derde sessie zitten, want het blijkt nou, wat je dus zelf een beetje ergens in verwerkt, dat kan misschien onbewust of bewust weer ergens anders ook effect op hebben. Dus ik vind het toevallig en heel erg leuk dat we dus de derde schrijvers, of online schrijversmeeting, of hoe het ook mag heten, dat we die dat ik dan de derde gast ben. Daar ben ik helemaal blij mee. Je hebt mijn dag meteen gemaakt. Ik had geen slechte dag Hartstikke over. leuk. Ja. Dat komt nog een paar keer terug, dus dat 3, dat gaan we onthouden. Ja. Voor de luisteraars, de avond zal er ongeveer als volgt uitzien. Het eerste gedeelte zal ik de vragen die ik heb voorbereid, zal ik gaan stellen aan Splinter Chabot. En het tweede gedeelte ga ik proberen, dat ligt er een beetje aan hoeveel mensen hun vragen insturen, maar ga ik proberen om al jullie vragen die jullie stellen, om die te stellen aan Splinter. En die kan ze dan zoveel mogelijk beantwoorden. Dat kunnen jullie doen via de chatfunctie. En voor de luisteraars is dat het vraagtekentje in het rondje. Dus het rondje met dat vraagtekentje erin. Daar heb je een question box. En ik zie dat Robert al een vraag heeft ingestuurd. Ja, precies. Nou, die vraag, die gaan we zo, daar komen we zo op terug. Oké. Dus dat is afhankelijk van de vraag. Van de vraag. Nee, die kunnen we misschien gelijk wel eventjes doen. Robert die vraagt waarom je dan toch een jasje met klavertjes 4 aan hebt. Ja, vind ik een hele goede vraag. Ja, daar heb ik eigenlijk geen goed antwoord op. Dit is gewoon zo gemaakt. En ik moet zeggen, die klavertjes 4 zijn natuurlijk wel een teken van geluk. Dat kunnen we allemaal in deze tijd al wat meer gebruiken. Dus ik vind het goed, een fair point. Maar ik heb wel roze sokken aan. Dus dat is dan weer, ik probeer dan wel weer het. Maar ik heb niet 3 voeten. Dus dat ben ik gewoon normaal gebleven. Maar het is een goed punt. Ik heb de kleding van een Haagse modeontwerper gekregen. Ik zal de volgende keer tegen hem zeggen dat het ook daarin de 3 terug moet komen. Dus genoteerd, goed punt. Oké, nou inderdaad, wat Neeske en Robert al hebben gedaan, is je kan al gebruik maken van die chatfunctie. Stuur er gewoon van alles in en dan zal ik het tweede gedeelte zal daarvan in het teken staan. We kunnen een beetje kijken welke segmenten terugkomen. Goed, Splinter, je boek. Ja. Je hebt dit geschreven. En de eerste opmerking die ik eigenlijk wil maken is: ik zie iets bij jou op de achtergrond. En volgens mij is dat. Ja, dat is, moet ik een goede aanwijzen, dat is die. Ja, klopt.
Ik kan even een klein beetje draaien, maar hij hangt hier dus aan de muur. Dat is de binnenkant van het boek. Mijn mail is niet zo heel goed, dus het is nu niet zo heel erg mooi als je het al mooi vindt. Maar de binnenkant van het boek, dat is eigenlijk een schilderij. Dus dat heb je goed gezien. En ik moest ergens gaan zitten en dacht ik, nou ja, wat is nou meer toepasselijk dan voor de... En dat is weer een ander doek, maar dat heb je goed gezien. Dat is dus eigenlijk... En dat roze en die confetti en die glitter en dat zwarte, dat zit eigenlijk als een soort van worsteling in één vrij letterlijk erin uitgebeeld. Heb je goed ja, gezien? Want het is een beetje, inderdaad, het is een beetje zwart, zwart roze. Heb je dat allemaal, dat heb je bewust gedaan, dat speelt een beetje bij jou, heeft dat te maken met die worsteling, die kleurrijke worsteling? Ja, bedoel je dan de coveromslag echt specifiek of het schilderij zelf? Ja, allebei. Want je ziet het in allebei zie je terugkomen. Dus je ziet het op je cover, je ziet het aan de binnenkant van je boek en je ziet het dus ook in dat schilderij waar je nu voor zit. Ja. Nou, het grappige is de cover en de auteursfoto die op de achterkant staat en de voorkant, de cover, die zijn gemaakt door Anton Corbijn. Dat is Nederlands fotograaf, maar ook mijn peetoom. En eigenlijk, hij heeft die achterkant eigenlijk gefotografeerd voor een ander boek. Want ik zou eerst het boek helemaal niet schrijven. Ik zou eerst een soort van klein politiek pamfletje schrijven. Maximaal 100 pagina's, een beetje... Politiek vanuit een jeugdig blik, wat er eigenlijk in het voorwoord overigens zeg maar nu gewoon staat. En daar was die auteursfoto eigenlijk voor gemaakt, want die zat op de achterkant. En hij fotografeert eigenlijk bijna altijd in zwart-wit en wat donkere foto's, wat serieuze foto's. En uiteindelijk werd er dus confetti-regen is er uiteindelijk gekomen. En toen dacht ik van ja, wat voor cover ga je dan maken? En wat hij natuurlijk eigenlijk doet met dat roze is natuurlijk is eigenlijk een heel groot cliché. Dus het is een groot risico als je met een cliché aan de slag gaat, dan kan je zeggen van ja, dat moet je eigenlijk juist niet doen. Nou, ik belde hem op in het weekend. Het was aan het fotograferen met Lenny Kravitz, dus hij zat in Frankrijk. Er was nog geen echte coronacrisis. Ik belde hem op en toen zei ik van nou, zou je misschien de cover willen maken van Confetti Regen? En toen vroeg hij, nou, waar gaat het over? Het boek is niet gelezen. Ik zei, nou, het gaat over die worsteling eigenlijk en vooral de reis in het hoofd. Hè. Dus niet het geweld van buiten komt, maar het geweld van binnen. Van die ontdekkingstocht die er is en die eigenlijk iedereen heeft, hè, los van, ik neem aan, dit is natuurlijk iets breder dan alleen maar je geaardheid, want in principe twijfelt en worstelt natuurlijk iedereen op bepaalde manieren waarschijnlijk. Ja. En toen zei hij, nou, ik heb wel een idee, en dat was eigenlijk dit idee, een beetje Andy Warhol-achtig, waarbij je dus expres het hoofd dus twee keer doet ook, hè, en die kleuren daarin, dus daar zit die kleurrijke worsteling en die dubbeling en die zoektocht, die zit eigenlijk in die cover al verwerkt. En dat is eigenlijk los van de binnenkant van het boek. Dus de binnenkant van het boek, dat is meer, dat schilderij heb ik, ja, dat is een hobby, dus het is niet mooi, maar het is een hobby van mijzelf, dus dat heb ik gewoon een keer gemaakt. En we waren natuurlijk aan het zoeken naar een cover, en toen was dit even een optie geweest als buitenkant, maar uiteindelijk hebben we dat Anton laten doen, gelukkig. Yeah. Dus het zijn wel natuurlijk, het roze en je kan natuurlijk wel zeggen, het schilderij is natuurlijk wel... Nou, er zit de confetti in, er zit het roze in, er zit het zwarte in. Dat is natuurlijk ook voor een deel het verhaal. Dus het is je ziet daarin die beweging als het ware, die een worsteling of een zoektocht of een ontdekking is. Dus dat klopt wel. Juist, ja. Oké. Okay. Ja, goed, toch een stukje vorm en cover. Mijn eerste vraag eigenlijk. Hè. We lezen een autobiografisch verhaal, lezen we. En dat gaat over jouw coming out. En de weg er naartoe. Maar toch heb je gekozen om niet jouw echte naam te gebruiken. Waarom heb je dan niet jouw eigen naam gebruikt? En hoe kwam je dan op de naam Wobby? Ja, nou, eigenlijk waren er een aantal redenen. Want wat ik eigenlijk vond, is om te beginnen... het is dus Wobby geworden, hè, de hoofdpersoon. Terwijl je... Ja, het is vrij obvious dat het natuurlijk ook over mezelf gaat. Ik sta zelf op de voorkant. Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt... Nou, dat is zijn verhaal. Alleen, ik wilde om te beginnen, als je eigen naam erin staat, dan word je, ik kan me voorstellen dat het nog meer voelt als die persoon. Dus in mijn geval als er Splinter had gestaan, als dat ik lees over Splinter. Terwijl ik eigenlijk ook hoopte dat iemand anders die zich erin herkende, en niet door die naam afgeleid zou worden en het iets breder zou worden getrokken. Wat ik ook wel soms uit de reacties kreeg, van ik herkende mezelf erin, of ik moest af en toe het boek dicht samen te kijken of ik niet zelf de voorkant stond. Dus dat was, ik wilde eigenlijk een andere naam dan mijn eigen naam, omdat het natuurlijk niet, het is misschien wel mijn verhaal, maar het is ook heel erg niet mijn verhaal. Het is een verhaal van, als het goed is, meerdere mensen. En daarnaast wilde ik, dan ga je natuurlijk afvragen, wat voor naam kies je dan?
En toen dacht ik, ja, iedereen kent wel een Jan of een Kees of een Roderick, bij wijze van spreken. Alleen, niet iedereen is even blij met een Jan, de Kees of de Roderick die hij of zij kent. Dus toen dacht ik, ik wil eigenlijk een naam waar die nog niet bevlekt is, die nog helemaal schoon is, helemaal clean, en waar je eigenlijk zelf helemaal kunt invullen of je die persoon wel of niet leuk vindt. En ik wilde een beetje een vrolijke naam, een beetje een geslaagde worsteling als het ware. Nou, Wobi vind ik een vrolijk klinkend. Ik ben erg fan van David Bowie, die heb ik waarschijnlijk wel doorgekregen in het boek. En als je de BMW omdraait, heb je natuurlijk Bowie, en dat is Wobi. Dus op die manier kwam ik eigenlijk bij Wobi. Ik moet nog zeggen, dat is misschien wel leuk om te zeggen, in eerste instantie had ik het geschreven uit Wobi. Toen wilde de uitgever dat het toch naar Splinter ging. En toen heb ik gezegd, nee, ik wil echt dat het Wobi blijft. En daarom is het uiteindelijk ook op deze vorm naar buiten gekomen. Dus dat zijn eigenlijk drie eenvoudige vragen, maar drie uitgebreide antwoorden op je vraag. Juist, ja, helder. Dus echt vooral dat mensen zich dan nog meer konden identificeren met een naam die nog niet bevlekt is. Dus meer om het verhaal en niet om Splinter. Ja, dat en dus die geslaagde worsteling en die vrolijkheid er eigenlijk ook in te zetten. En natuurlijk is het een beetje een afwijkende naam, een andere naam dan wat je misschien vaker hoort. En dat vind ik eigenlijk ook wel, het hele boek gaat eigenlijk over anders zijn gekozen, anders zijn gedwongen, anders zijn. Dus ik vond het ook wel leuk om dat een beetje in die naam terug te laten komen. Juist. Het schrijven zelf, gaf dat je energie, putte het je uit? Hoe beviel het voor je? Dat is heel dubbel, want daarvoor moet je weten dat ik heb zeg maar begin januari, dus dit begin van het jaar in januari, is eigenlijk dit boek geschreven. Ik heb aan één stuk door eigenlijk zitten tikken, dus een marathon schrijfsessie van mezelf. En dat is, kijk, natuurlijk geeft het energie als je zo'n verhaal schrijft, alleen ik ging echt van 's ochtends vroeg stond ik op en dan ging ik 's avonds laat naar bed. En het enige wat ik deed is hier iets verderop naar het schrijfbureau lopen, laptop overslaan en tikken, 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 tikken. Dus die schrijversregen, zeg maar, die klonk hier vrij hard, die ook in het boek wordt genoemd. En met de gordijnen dicht en ik had een die staat hiervoor voornamelijk naar kijk, maar een glazen zandloper met roze zand erin. En die zette ik, die duurt ongeveer 3 uur. Dat is ook weer toevallig, maar ook niet toevallig. Die duurt ongeveer 3 uur over voordat die leeggelopen is. Die zet ik elke ochtend. Als ik 's ochtends opgestaan zet, draaide ik die om. En pas als die helemaal doorlopen was, mocht ik eigenlijk achter mijn laptop vandaan komen. Dan mocht ik even eten of iets drinken. Of vaak wat ik in de middag deed, was even muziek luisteren. Omdat het ook, omdat je alles eigenlijk opnieuw doorheen gaat, beleef ik ook alles opnieuw. Dus je wordt opnieuw weer verliefd, je wordt opnieuw weer onzeker, je wordt opnieuw weer vrolijk. Maar dat zijn ook allemaal emoties die bij komen kijken. Dus ging ik in de middag nog wel even op de bank, zeg maar, muziek luisteren, om even tot rust te komen. En dan ging ik in de avond weer door. Dus laat ik het zo zeggen, het heeft me heel veel energie geven, maar het zo intensief achter elkaar bijna panisch schrijven, dat kost natuurlijk veel energie. En op een gegeven moment met de toetsen van mijn toetsenbord, die gingen een beetje bewegen, die kwamen naar boven, naar beneden. Toen dacht ik wel, oh ja, het is misschien niet heel goed om zoveel uren, zo lang achter elkaar, zonder even aan de pauze dat te doen. Maar in die end heeft het me natuurlijk heel veel energie gegeven, ook omdat je gaat als chirurg, zeg maar, te werk. Dus je gaat ook achter dingen komen waar je zelf denkt van, oh ja, zo is het eigenlijk. En daarom ben ik zo geworden, of daarom gaan dingen soms zo. En dus dat is, dus voor nu geeft het mij, het is een beetje alsof ik in een glazen bol kan kijken. Maar dan is die glazen bol je eigen persoon, zeg maar. Dus dat is, dus het geeft me nu energie. Het kostte toen natuurlijk wel wat energie ook. Juist. Oké. Okay. Ik wil nog even een mededeling doen voor alle mensen die nu kijken en luisteren. Dat ze alvast hun vragen in kunnen sturen. We zijn nu een kwartiertje bezig. Ik heb nog wel wat leuke vragen om te vertellen. Maar mensen die dit horen en die denken van, hey, dit wil ik toch wel eventjes, dit wil ik wel even vragen, dat wil ik wel even weten. Stuur alvast, ja, precies. En nou komen er gelijk al wat meer binnen. Dankjewel, Drefje en Iris, zie ik. Ja. Kom zo bij jullie. Officieel is het tweede gedeelte van de avond ervoor. Maar inderdaad, stuur ze alvast in. Dan kunnen we straks ook in één keer door. Hey, die roze zandloper, wist jij van tevoren dat die op 3 uur klaar zou zijn? Nou, ik heb het wel gevraagd. Er waren meerdere zandlopers. Ik ga hem even laten zien. Hij staat hier gewoon. En dit ding is het dus. Het is echt een groot ding. Hè? Dus die roze zand is het. Zij vertelde dat het 3 uur is, of 3,5, dat weet ik dus niet, maar ik vond het allebei positief klinken. Dus heb ik hem gekocht. En soms moet je ook dingen dan niet helemaal uitzoeken, want stel dat het nou 2,5 uur is, of 2 uur en
en een kwartier, dan zou het natuurlijk heel erg teleurstellend zijn. Dus ik heb hem maar gewoon geaccepteerd. Je moet, Bo heeft het maar eens gezegd, het toeval bestaat niet, je moet toeval als het op je pad komt omarmen. Omdat je dan, zal het wel iets betekenen of zal het wel een signaal of zoiets zijn, zonder dat hij niet heel erg religieus was. Maar dus in die zin omarm ik die toeval op die manier ook graag. Juist. En ik zou natuurlijk eigenlijk willen vragen, wanneer is dat begonnen, dat 3? Maar ja, dat is natuurlijk op je geboorte al begonnen, omdat je op 3 maart en de derde van 4 zonen. Maar wanneer ben je daar bewust mee bezig gegaan? Daar is iets meer over. Dat is een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik niet heel erg goed, behalve dat ik me er bewust van werd. Dat ik las het boek van Leon de Winter, Het recht op terugkeer. En daar zit een scène in waarop iemand eigenlijk helemaal, bijna helemaal gek wordt. Als ik het goed zeg, het is tijd geleden dat ik een boek las, op de middelbare school nog. Die moet eigenlijk voor mij zijn kind terugvinden. En die, omdat hij daar niet uit kan komen, gaat hij dat helemaal cijfermatig doen. Dus het is bijna eindeloos in mijn gevoel, dat weet ik niet meer zeker. Maar bijna eindeloos gaat het allemaal over cijfers. En hij hangt alles op een bepaalde cijfer, een bepaalde regelmaat, een bepaald idee. En toen realiseerde ik me dat ik dat heel vaak met 3 heb. En zag ik ook bij mezelf dat ik dat heel vaak dat 3 in mijn leven vaak terugkom, laat ik het zo zeggen. En dan moet ik zeggen, het is niet dat ik daar nou heel de tijd altijd mee bezig ben, maar nu, toen ik dat eenmaal voor mezelf in mijn hoofd had, vind ik het ook leuk om daarmee te spelen. Dus ik ben nu ook, toen ik dat boek ging schrijven, heb ik daar ook wel meer rekening mee gehouden. Want dan denk ik van, nou, waar ik het even kan, vind ik het leuk om die 3-slag zeg maar terug te laten komen of dat erin te verwerken. En zoals ik dan wel eens een mailtje stuur om 9/9, dat is 3 keer 3, dus dan zo kan je hartstikke veel, ik bedoel, misschien is het wel een teken van tijdtekort of van totale gekte, ik weet niet of een psychiater meekijkt die zegt van, je moet heel graag niet kliniek, dat zou heel goed kunnen mensen, maar tot zover, ik heb in ieder geval geen gekke dingen nog gedaan voor zover ik weet, maar daar komt het een beetje vandaan, ik denk dat het daar, dus op de middelbare school, ik dacht van, oh ja, die cijfermatigheid, en dat is eigenlijk heel erg leuk als je zo'n getal hebt, en natuurlijk heb je heel vaak de vraag, wat is je lievelingsgetal? We hebben wel een heel ingewikkelde vraag gevonden, maar ik durf inmiddels even wel te zeggen dat mijn lievelingsgetal is, of in ieder geval een getal wat mijn leven ritme geeft dan misschien wel. Dat klinkt dan heel raar, maar zo zijn die dingen soms. Dus de totale gekte wel, Bram, totale gekte, dat weet ik wel. Ja, dan is het een mooi moment om naar mijn derde voorbereide vraag te gaan. Ja. We hebben het al een beetje gehad over het schrijven en hoe je dat dus hebt gedaan. Je hebt die roze zandloper heb je omgezet. En die schrijversregen, dat vond wel plaats, niet ver van waar jij nu zit. En daar was je gewoon heel de dag bezig. In januari ben je begonnen. Ik kan me voorstellen, dat zeg je dan even heel snel hoe dat dan is gegaan. Maar er waren ook vast wel wat moeilijkere momenten. Wat vond je nou aan het schrijven, of in die periode, nou het moeilijkst? Ja, nou het was in aanloop erheen natuurlijk. Wat ik zeg, in januari ging ik het schrijven. Dus wel goed te weten dat natuurlijk iets meer dan een jaar ervoor, of iets minder dan een jaar ervoor, had ik met de uitgeverij Spectrum, is dat, Slatjana, degene die het boek heeft begeleid, vanuit de uitgeverij had ik een gesprek gehad. Toen was ik natuurlijk heel erg bezig met een totaal ander boek. En eerst was het idee van, doen we een co-writer, of ga ik alles interview technisch vertellen? Maar dat zou dan helemaal niet gaan over, hè, over deze worsteling, maar over iets anders. Dus was het eigenlijk nog heel erg zoeken. Op een gegeven moment zei ze, ga dan maar gewoon schrijven. En toen ging ik dat doen. Dan heb ik eerst nog geprobeerd een kinderboek te schrijven. Want ik hou heel erg van fantasie. Ik denk, oh, ik wil heel. Dat is nog steeds een bucketlist dingetje voor mij. Maar dat ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Dus zie je dat hele proces erheen was al. Ging eigenlijk alle kanten op, behalve de weg zoals die zou moeten lopen. En in januari had ik eigenlijk, vlak voor januari had ik hier in de buurt met mijn vader, Bart Schibold, ook schrijver. En met mijn oudste broer, Sebastian Schibold, ook schrijver ook. En toen had ik ze hadden een hoek iets gehad. En ging ik met hen even koffie drinken. En ik liep wat thee, zei koffie. En toen zei ze, nou als je het wil schrijven, dan moet je gewoon je hele agenda leeghalen en aan de slag gaan. Dat heb ik toen gedaan. Ze zeiden van, maak van je agenda een woestijn. Nou, dat is dan wat je moet doen. Dan is er niks anders wat je afleidt. En dan kan je aan één stuk door die estafette in je eentje als het ware aflossen en oplossen. Yes. En wat ik eigenlijk het moeilijkste vond tijdens het schrijven zelf, was denk ik de emotionele scènes waarin. Ik ging natuurlijk ook terugkijken naar mijn middelbare school toen ik heel onzeker was. Dus dat ik eigenlijk niet goed in mijn eentje naar school durfde te fietsen. Of dat je heel erg verliefd bent, maar daar niks mee weet. En ik belde een aantal vriendinnen op. En dan was ik Facebook Messenger berichten aan het teruglezen van, dus echt een aantal jaren geleden. En toen schrok ik er eigenlijk wel van, jezus, wat was je
heftig in, echt om de 5 minuten, als ik bijvoorbeeld om 7:50 op school moest zijn, dan moest ik om 8:00 's ochtends bij een vriendin zijn. En dan ging ik, de avond ervoor een berichtje sturen van, sta je morgenochtend klaar? Dan ging ik die ochtend zelf ook weer een berichtje sturen, een halve van tevoren, een kwartier van tevoren, 10 minuten van tevoren, 5 minuten van tevoren. Dat was zo extreem onzeker dat ik daar ten eerste van schrok eigenlijk van mezelf. En ik werd ook een beetje opnieuw verliefd op Daniel, zo heet hij dan in het boek. En dat was ook niet heel handig. Dus dat was wel gewoon emotioneel af en toe. En dat je natuurlijk wel bang bent. Het leverde het boek in, dat is het laatste wat ik wil zeggen hoor. Maar want kan je ook nooit een vervolgvraag stellen. Maar ik leverde het boek in. Het was een stuk dikker nog dan het nu is. En toen ik het eerst las, dacht ik van, wat is het slecht, dat kan ik echt niet, dat kan niet. En toen zei Satjana, doe even rustig, neem afstand, neem een weekend pauze, en dan gaan we dan opnieuw naar kijken. En dat is ook, en had zij ook wel gezegd, dit kan eruit, dit kan erin blijven, of nou, schrijf dit. Maar toen dacht ik van, het is wel toonbaar, ik zal niet een waardeoordeel over mijn eigen werk geven, maar in ieder geval dat ik vond dat het toonbaar was. Maar dan zie je dat het gaat, en nog steeds als ik een stukje moet schrijven, ik moest laatst voor het CPB een stuk schrijven, voor de Ik Lees Thuis campagne, en dat stuurde ik in, eerst naar uitgever, en dan gek genoeg, je denkt als je, nou dat schrijven is, het zijn toch stukjes van jezelf die je er natuurlijk inlegt, ook al is het misschien de ene keer een meer verzonnen verhaal, de andere keer een minder verzonnen verhaal, maar het zijn stukjes van jezelf, dus ik ben als ik het opstuur eigenlijk heel onzeker, dan wil ik meteen weten hoe het is, en daarna komt dan weer de rust, dus dat is een soort van, zoals de zee heen weer gaat, gaat ook dat gevoel heen. Juist. Dus echt weer een lang antwoord, hè? Ja. Ja, zeker. Een hele hoop waar ik nog wat vragen over wil stellen. Ik zie ook dat de vragen meer en meer binnenkomen. We gaan ook veel over het schrijven. Dus ik ga mijn vraag een beetje wegsturen. Jij noemde al dat je ook graag kinderboeken zou willen schrijven. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, wat was jouw favoriete kinderboek? Daar vraag ik. Nou, ik was heel erg fan van Roald Dahl. Want dat is natuurlijk bij uitstek. Het leuke is dat ik eigenlijk zijn boeken niet kan herinneren. Maar ik heb het gevoel dat ik als kind die avonturen heb meegemaakt. Zoals je bijvoorbeeld de heksen hebt, weet je wel. Dat die spanning, dat je daar in die coulissen zit. En dat je vanuit het gordijntje ziet hoe die vrouwen eigenlijk geen normale mensen zijn. Maar eigenlijk. Gevaarlijke wezen in dat geval. Die toven natuurlijk sommige kinderen volgens mij in muizen of in ratten om. En ik heb helemaal gevoel dat ik daarbij ben geweest. Dat mijn jeugd is geweest. Terwijl het ook helemaal niet zo is. Dan moet je nagaan, die schrijver is zo goed dat hij eigenlijk in je hoofd is gekropen. En eigenlijk jouw jeugdherinnering een beetje heeft aangepast. En dat ertussen heeft geschoven. Alsof je jeugdherinneringen boeken zijn. En hij heeft dat boek ook tussen geplaatst. Waardoor je denkt dat je het echt mee hebt gemaakt. Dat vind ik heel fascinerend. Toen ik een heel klein kind was, had je De Mooiste Vis van de Zee. Dat kon ik dus nog niet echt zelf lezen. Dat is een boekje met een visser op en hij heeft allemaal prachtige schubben. En uiteindelijk gaat hij die schubben uitdelen aan andere vissen in de zee. Dus dan deelt zij of hij, ze heeft de vraag wat omzijdig, deelt die vis de glitterschubben met andere vissen in de zee. Dus die glitterschubben weg. Dat is toen ik heel klein kind was. Dus dat is een beetje in de fantasie sprookjeswereld wel. Daar hield ik wel van. Juist, ja. Ja, inderdaad. Komt ook vaak terug. Hè? Het boek heet ook niet voor niks Confetti Regen. Veel fantasie, veel kleuren. Ook wat je beschrijft over je vader, die als een atlas de wereld van magie draagt. Dat is natuurlijk kleurrijk en fantasie en mooi en misschien ook wat dramatisch. Mijn vraag is eigenlijk, kan jij nog herinneren wat het eerste boek was, of heb je dat überhaupt gehad, dat jij las en dat je tot tranen bracht? Heb jij dat? Ik help trouwens best vaak. Dat is ook weer. Begint iedereen te denken dat ik gek ben. Nee, maar ik heb laatst het boek gelezen, Lieg met mij, dat is van Philippe Besson. En dat is net een nieuw boek van deze wijze, heb ik uitgegeven. En dat moest ik echt heel vaak eigenlijk huilen, omdat het gewoon heel mooi opgeschreven was. En heel. Het is een boek met heel veel hoofdpersoon, heeft een jeugdliefde gehad en na heel veel jaren denkt hij die jeugdliefde weer tegen te komen. Dat even heel kort samengevat. En er zit heel veel verlangen en verliefdheid en heel groot verleden zit zeg maar in dat boek. Dat vind ik heel erg mooi. Dat is even iets wat ik, dus om aan te geven dat ik sowieso wel makkelijk geraakt kan worden door een boek als het heel persoonlijk of gevoelig is opgeschreven. Ik zit te denken, kinderboeken, nou je hebt die natuurlijk Achtergroepers huilen niet op blauwe plekken. Dat vond ik heel heftig
Dat is een beetje een open einde. Maar wat ik daar heel erg aan voel is dat het kind wordt mishandeld hè, met blauwe plekken. En dus die scènes, op een manier, toen ik dat las, een van die scènes, daar komt voor mij die moeder naar boven met een stofzuigerbuis. En dat vond ik zo angstig dat ik wist toen ik het las van, oh, kut, pardon voor het woord, en voor het schelden. Maar ik dacht van, oh god, ik ga deze scène nooit meer vergeten. En dat is ook zo, die heb ik altijd onthouden en dat vind ik echt heel gruwelijk. Dus zo krachtig kan een scène zijn. En het einde is eigenlijk, gaat zij weg uit dat gezin. En ik weet wel dat was op de basisschool dus nog, dat het wel echt, dan voel je een soort van leegte. Terwijl je dat hele begrip eigenlijk niet kent, of dat je het woord afscheid ook nog niet echt kent, want je de basisschool dus je hebt. Ja, als denk je altijd hetzelfde zal blijven. En toch kan zo'n verhaal je met dingen kennis laten maken die je eigenlijk nog. En je gevoelens laten ervaren die je wel begrijpt, maar niet, die je niet kent. Dus dat vind ik dan wel. Maar om nou te zeggen welk allereerste boek dat was. Ik denk dat het een reeks van boeken zijn geweest. Als dat dan ook een accepteerbaar antwoord is. Dat mag, ja. Dat mag, inderdaad. Dat deed me denken aan een andere vraag. Ik had een andere vraag, maar die heb je eigenlijk al beantwoord. Over waarin je voor het eerst de kracht van taal merkte. Dat beschreef je eigenlijk net. Dat lijkt me een van de eerste momenten. Ja, ik zit alleen. Heel vreemd wat ik nu ga zeggen. Maar ik krijg al een berichtje dat er iemand bij mij voor de deur staat. Mag ik even eens naar beneden rennen om de deur open te doen? Want die persoon kan niet naar binnen. Is dat oké voor jou, Bram? Ja, tuurlijk. Ja, doe wat je moet doen. Als je, doe maar rustig aan, maar over 30 seconden ben je terug. Ja, nou, 13 seconden. Laten we dat afspreken. 13 seconden, ja. Oké. Nou, dan zal ik de komende 13 seconden... Ja hoor, ja, Saskia, ik laat hem toch gaan. Ik ga hem niet tegenhouden. Ik zie jullie vragen. Het is nu inderdaad 7:58. En als die terugkomt, ik hoop dat hij wel terugkomt. Ga ik beginnen met het berichtje van Iris. Om even wat groter te maken. En daarna zal ik inderdaad alle vragen afgaan. Bram, waren dat 13 seconden of niet? Ik hoop het wel. Ja, het is gelukt. Ik heb hem volgepraat. Excuus. Ja. Wat was je vraag? Geen probleem. Ik wil beginnen met een bericht wat ik hier zie. Als ik hem kan... het is een vrij langer bericht. Ja. Even kijken of ik hem weg kan... het is een bericht van Iris. En die zegt: Hoi Splinter, ik was erg onder de indruk van jouw boek. Echt heel mooi. Ik moet hem even wat groter maken. Ik ga even kijken of ik alles voor kan lezen, Iris. Nee, hij wil niet groter. Sorry, Iris. Ik krijg alleen maar Iris wil in ieder geval zeggen: Ik was erg onder de indruk van jouw boek. Echt heel mooi. Oké, goed. De eerste vraag van Brechtje Peters. Hoe begin je met het schrijven van een boek? Dat hebben we al een beetje gehad, maar... Ja, nou, wel. Het grappige is, toch om die vraag kort dan te beantwoorden. Ik zal voor de verandering even kort van de stof zijn. Want die vraag krijg ik vaker via Instagram berichtjes. Van, ik wil ook wat gaan schrijven. Hoe moet ik dan beginnen? En eigenlijk is het gewoon heel simpel. Je moet het gewoon gaan doen. Dus je kan wel allerlei regels opschrijven of ideeën bedenken. Maar spreek met jezelf, zeker als je denkt, van ik had zelf wel nodig dat ik ergens heen moest werken. Dus ik zei tegen iemand van, ik ga naar jou op een gegeven moment stukken opsturen. Dus dan wist ik, van als ik dat niet doe, dan zit iemand te wachten op een mailtje wat hij niet krijgt. En dat voelt dan toch een beetje awkward. Maar uiteindelijk moet je gewoon gaan zitten en moet je ook niet bang zijn voor die letter die je erop zet. Want die letter kan je ook verwijderen. Dus het is net zoals je gaat schilderen. Dat doek kan er alleen komen als je ook de verf pakt en de kasten en gaat schilderen. Dan is het niet, wil niet altijd zijn dat je een Rembrandt of een Gogh schildert, maar het begint daar wel. Dus je komt in ieder geval een stapje dichterbij een Van Gogh of een Rembrandt als je gaat schilderen dan als je helemaal niet schildert. Dus zo kan je, en zo beschrijf eigenlijk ook. Ja, je moet gewoon beginnen. Even een opmerking van mijn kant naar de mensen die vragen stellen. Ik kan de vragen niet heel groot krijgen. Dus als je ze wat korter en bondiger wil schrijven. Want ik heb nu de vragen van Robert, Lieke, Sofia, Karin, Geeta en Aafke. Die kan ik niet helemaal oplezen, omdat ze net wat te lang zijn. Maar Glenn die vraagt, heb je tips voor beginnende schrijvers? Hoe je dat moet. Nou, wat één belangrijke tip denk ik wel is, als je gaat schrijven, is dat je heel erg. Wat ik wel heel erg fijn vond, is dat je heel erg persoonlijk schrijft. En dat kan soms ingewikkeld zijn. Dus als je bijvoorbeeld denkt van ik wil een eigen verhaal opschrijven of iets wat ik heb meegemaakt, of ik wil
Dat is altijd natuurlijk ingewikkeld. En wat je dan kan doen is bijvoorbeeld, wat ik ook een beetje heb gedaan met Wobi, is dat je doet voor jezelf alsof je het niet zelf bent. Dus ik kon heel eerlijk over Wobi schrijven, omdat ik niet zei Splinter deed dit en dat, want dan, dan schaamde ik mezelf dat, van hoe heb ik dat nou kunnen doen, of waarom heb ik dat gedacht, of waarom heb ik daar zo stom op gereageerd. Maar als je doet alsof het iemand anders is in je eigen hoofd, kun je wel helemaal eerlijk dat opschrijven. En wat het belangrijkste is, ga niet denken van als je gaat schrijven, ik moet het mooi opschrijven, want dat gebeurt vanzelf wel. Het belangrijkste is dat je, anders gaat alleen maar irriteren, al die krullen en triangels die erop kan hangen, maar wat je eigenlijk moet doen is, probeer vanuit het gevoel. Dus als ik bijvoorbeeld soms ik heb nu een nieuw verhaal waar ik een personage verzin, maar dan wat ik eigenlijk doe is dat ik die persoon helemaal niet echt verzin. Ik pak iemand in mijn hoofd waar ik heel veel gevoel bij heb, waar ik misschien ofwel verliefd op ben, ofwel boos op ben, of verdrietig, of naar verlang, maakt even niet uit. En dan ga ik schrijven met dat hele dat gevoel in mijn hoofd. En dan, of je nou het verhaal wel of niet over dat gevoel gaat, uiteindelijk zal dat toch als een soort van doordruppelen in de letters en de woorden en de metaforen en alles wat je kiest. Dus is het heel belangrijk om eigenlijk naar je gevoel te kijken. Dat is ook wat, dan moet je schrijven ook eigenlijk niet in een, zal ik zeggen, niet in een grote ruimte met allemaal andere mensen omheen. Want het is iets heel intiems. Je geeft iets heel erg bloot. En het moeilijke is dat je eerst dat blootgeven aan jezelf toe moet durven geven. En dat moet je doen vanuit het persoonlijke, vanuit het gevoel en denk ik ook vanuit intimiteit. Dus dat zijn een paar tips, hoop ik, waarmee je iets kunt, denk ik, misschien. Wat mij betreft, heldere tips inderdaad. Een vraag die een aantal keer terugkomt is, neem jij tips aan van je vader of je broer bij het schrijven van een boek? Of wilde je dat juist niet? Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, hele goede vraag, hele leuke vraag ook. Het boek, het manuscript eigenlijk, toen het af was, toen ik met de uitgever het... laat ik het zeggen, want mijn uitgever heeft natuurlijk heel veel tips gegeven van dit moet anders, of dat moet aangepast worden, of deze scène kan er wel uit. Omdat het bijvoorbeeld niet bijna gaat dit verhaal, dus gebruik je een keer in een ander verhaal. Dus ja, ik luister zeker. Het is heel dom, vind ik, als je daar niet naar wil luisteren, want vaak denk je, het is ook een gevaar dat je schrijft, denk dat alles wat je opschrijft interessant is voor het verhaal. En dat is helemaal niet altijd zo. Dus je moet ook, als iemand zegt van het is echt niet nodig, dan moet je ook accepteren dat het gaat niet altijd makkelijk, zou ik ook zeggen, maar accepteren dat het eruit wordt gehaald. Of dat je het eruit moet halen. Maar, daarom is de vraag wel leuk, of extra leuk eigenlijk, is ik heb het, toen het manuscript eenmaal was, het aan mijn moeder laten lezen. Die hebben één dag of twee dagen hebben wij eigenlijk tegelijkertijd het zitten lezen aan de keukentafel. En later, het was een beetje emotioneel, zegt ga jij maar in de woonkamer zitten, dan lees ik het wel aan de keukentafel. Dan gaf ik haar elke keer een stapeltje papier wat ik had gelezen, gaf ik aan haar. En dan was zij dat namelijk ook. En dan hoorde ik af en toe lachen of een beetje huilen. En dan wist ik, oh, het gaat goed. En dat hoopte ik natuurlijk, was heel erg bang voor. Als zij het niet goed zou keuren, was ik van plan om het niet te publiceren. Maar mijn broers, alle drie mijn broers, ik heb drie broers, en mijn vader, die hebben het niet gelezen van tevoren. Ik heb ze inderdaad wel verteld waar ik over ging. En mijn vader ook. Maar ik wilde pas, zeker mijn vader natuurlijk schrijver is, wilde ik eigenlijk pas dat hij het zou zien in de affe vorm eigenlijk. Dat hij daar zijn oordeel over zou geven, maar dat hij het wel als een echt boek zou lezen. Dus ik heb mijn moeder echt als advies en uit de directe kring, als klankbord zeg maar gebruikt. Maar expres met mijn broers en mijn vader, ook omdat het persoonlijk verhaal was en een gesprek waarvan ik eigenlijk dacht van, ik wil het niet eerst lezen als vader en dan pas als schrijver. Dat zijn dingen die ik ook tegen hem nog wilde zeggen. Heb ik het eigenlijk van in boekvorm. Dus dat is je antwoord. In ieder geval, dat is het antwoord. Helder verhaal. Ik zie een aantal keer terugkomen dat mensen zich afvragen hoe de periode voor jou was na het uitkomen van je boek. Dus hoe ging, had je het succes verwacht en hoe gaat dat nu met je? Hoe... Ik had niet verwacht dat het zo'n succes, als je het al mag zeggen, maar ik mag het boek wordt breed verspreid, laat ik het zo zeggen. Dus ik mag je zeggen dat het in ieder geval niet een succes. Dat had ik totaal niet verwacht, dat zoveel mensen het eigenlijk zouden kopen. Ik had het wel heel erg gehoopt, maar ik had ook gedacht van, als er één jongen of meisje of mens is wat in die worsteling zit of in die twijfeling zit en dat boek bij wijze van spreken stiekem koopt en onder de dekens gaat lezen en daar handvatten in heeft, een wandelstok in heeft of een verzekeringstouw, hoe je het ook wil noemen, dan ben ik daar eigenlijk al heel erg blij mee. Moet ik zeggen, er kwam natuurlijk heel veel reacties aan het boek eigenlijk op 3 maart gelanceerd was. En dat is, het zijn eigenlijk mijn hele emotionele dagen nog steeds. Want ik krijg nog steeds berichten van mensen die hun eigen verhaal, jongeren, veel jongeren, maar ook oudere mensen,
die hun verhaal eigenlijk doen. Dat is eigenlijk, elke keer voel ik me een beetje dat jongetje van 13 wat aan het zoeken was als iemand haar of zijn verhaal deed. Want ik kwam laatst op straat met iemand tegen, die was 60, die was boven de 60. En die kwam aanlopen, bijna met tranen in zijn ogen. Die zei van, nou, ik ben heel erg ontroerd door en door geraakt. Ik heb dezelfde worsteling gehad, maar ik heb er 60 jaar over gedaan. Ik ben pas op mijn 60 uit de kast gekomen. En dan denk ik, dat zijn echt momenten waarop, ik ben niet zo heel vaak stil, maar dat zijn de momenten waarop ik dan wel echt, ja, dan weet je eigenlijk niet wat je moet zeggen, behalve dat je gewoon, dat het iets raakt, dat je eigenlijk zonder iets te zeggen heel veel kunt zeggen, omdat je elkaar eigenlijk begrijpt. En daar heb je eigenlijk geen woorden voor nodig. Dus het zijn voor mij heel veel emotionele dagen en heel veel mooie dagen. En ik ruim ook wel, het kost ook natuurlijk veel tijd. Ik wil wel proberen in ieder geval iedereen persoonlijk antwoord te geven. En dat lukt niet altijd. Maar ik probeer dat wel. En ik krijg soms ook van moeders bijvoorbeeld een brief thuis opgestuurd. En dat zijn dan wel dingen, die liggen dan echt op de hoek van mijn tafel. Omdat ik dan, dat raakt ik gewoon heel erg. Als een moeder bijvoorbeeld zegt van, ik heb op een andere manier naar mijn zoon leren kijken of zo. Of dichter bij mijn zoon gekomen. Ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk niet, ja, als schrijver zou je misschien moeten zeggen dat alles op te schrijven is. Maar wat dat met je doet en dat iemand ook het aandurft om zo persoonlijk tegen jou te zijn. En soms zeggen ook mensen van, ik zeg het alleen tegen jou, voor de rest durf ik nog aan niemand te zeggen. Dat vind ik echt heel erg bijzonder. Dat had ik nooit kunnen verwachten. Ik ben er wel heel erg blij mee dat het nou ja, iets aanzet op mensen, iets van adem geeft, letterlijk even. Juist, ja. Ja, ik zie hier twee mooie vragen onder elkaar van Iris de Boer en Sylvia Vogel. En Iris de Boer die schrijft, schrijven smaakt het naar meer. En Sylvia Vogel die schrijft, wat wordt je volgende project? Nog een boek voor volwassenen of een kinderboek? ja, dan moet aan het werk hoor ik eigenlijk. Laat ik het zo zeggen. Ik noem net even dat ik voor CPNB een stuk moest schrijven. En dat was ik eigenlijk blij mee, want dan ga je weer even aan de slag. Ik ben bezig met een vervolg. Dus in ieder geval, mag ik dat zeggen? Nee, dat is op helemaal niet officieel. Ik zit in ieder geval niet stil. Ik zit in ieder geval niet stil, laat ik het zo zeggen. Idee, ik vind het schrijven heerlijk. Ik heb voor mij nog genoeg verhalen om te vertellen. En ik zou ook iets meer naar de fictiekant willen. En het zal, ja, dit boek is natuurlijk niet voor echt kinderen, maar wel voor jongeren, maar ook voor ouderen, denk ik. Ik denk dat het in die genre, ook het leven waarin ik zit, dat zal blijven. Maar voor als mensen bang waren dat ik het maar bij één boek zou houden, of voor mensen die juist dachten van, oh, houd alsjeblieft bij één boek, die moet ik teleurstellen, want ik ben dat niet van plan. Ik ben wel met, sterker nog, dus het is een contract getekend al met de uitgever om verder te gaan. Dus ja, maar nu ben ik allemaal dingen aan het zeggen die ik niet mag zeggen, maar dat heb ik gewoon lekker wel gedaan. Yes, lekker. Nou, daar zal in ieder geval, zullen mensen blij mee zijn. In ieder geval is daar blij mee Daisy Oosterbaan. Die stuurt, alsjeblieft blijf schrijven. Ik ben fan van je. Je hebt me geraakt. Dank je wel daarvoor. Wat lief, dank je wel. Ik zal het blijven doen. Mooi berichtje van Daisy. Nog een aantal verschillende vragen inderdaad. Of je verbaasd bent over dit succes. Je zei van wel, maar heeft het dan ook, want het is toch niet het eerste boek over een coming out. Nee, en behalve dat, ik heb in het begin aan me afgevraagd, mag ik dit boek schrijven? In die zin dat ik dacht, kijk, ik heb geen vader die me in elkaar ging slaan omdat ik op jongens val. Ik heb geen moeder of vader die me ging onterfden of familie die me niet meer wilde zien. In ieder geval van voor zover ik weet. Ik heb geen religie, hè, dat kan soms ingewikkeld zijn. Religie die het verbood waardoor ik uit de gemeenschap zou worden gezet. Dus ik heb heel erg afgevraagd van mag ik dan eigenlijk dit wel opschrijven? Want als je daar al een hiërarchie om wil aanbrengen, hoe zwaar heb je het dan eigenlijk? En toen dacht ik, nee, ik moet het juist opschrijven, omdat ik juist moet laten zien dat zelfs als die druk van buiten er niet is, of die afkeer van buiten er niet is, dat het, ik zeg niet bij iedereen zo is, dat is wel goed om te zeggen, maar dat het kan zijn dat het intern in je hoofd, dus niet extern, maar intern in je hoofd, dat het nog heel veel problemen kan opleveren. Daarom dacht ik van, ik moet het juist wel opschrijven. En dat verhaal is natuurlijk, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk, in Nederland, sinds 2000, begin 2000, 2001 volgens mij, hebben we natuurlijk het huwelijk dat het helemaal breed is. Dus ook mannen mogen trouwen, vrouwen en vrouwen mogen trouwen. Toen was ik dus ongeveer, ik ben in 96 geboren, was ik 5 ongeveer. Dus helaas geen 6, want dat was 2x3 geweest, maar dat heb ik daar gelaten. Maar toch even gezegd hebben. Wat dat betreft is natuurlijk eigenlijk, dat is dus de eerste mogelijkheid dat twee mannen of twee vrouwen in de hele wereld. Ja.
echt wel iets bizar te bedenken in de hele wereld, dat die konden trouwen. Dus daarvoor was natuurlijk een enorm verbod op die verliefdheid eigenlijk. In ieder geval qua dat je het ook echt met ringen kunt bevestigen naar elkaar. En ik denk dat dit verhaal wel nieuw is in die context. En in dat je dus kijkt vanuit de interne struggle, maar ook eigenlijk in een wereld waarin in Nederland in ieder geval eigenlijk geaccepteerd is. En dat het blijkbaar nog steeds wel die onzichtbare wetten, wat op papier natuurlijk staat, dat is eigenlijk wat zou moeten worden uitgevoerd. Maar je hebt onzichtbare wetten en juist de wetten die je eigenlijk niet hoeft op te schrijven, maar die onbewust of bewust wel worden uitgevoerd, die zijn natuurlijk veel sterker. Dus ik denk, ik had wel gehoopt dat het iets van een gesprek zou opleveren. En ik heb natuurlijk wel mensen die er nog benieuwd naar waren. Maar het blijft. Kijk, aantallen zeggen eigenlijk niet zoveel. Dus of je nou 10.000 boeken verkoopt, 30.000 of 60.000, dat voel je niet echt. In ieder geval voel ik niet echt een schrijver. Maar waar ik vooral overdonderd van ben, is wat zo'n persoonlijke reactie ook eigenlijk met mij doet. Dus, en hoeveel je dan krijgt, maar hoe dat soms elke keer heel erg kan raken. Dus dat is eigenlijk wat me nog het meest. Verbaasd is misschien niet het goede woord, maar wat ik echt niet had verwacht eigenlijk, dat ik gewoon niet zien aankwam. Wat ik zelf nog wel interessant vind, is inderdaad, je zei, ik snap het belang, en dat heb je een paar keer aangegeven, van het belang van, ondanks dat je geen religie hebt die het je tegenspreekt, ondanks dat het niet, dat het politiek acceptabel is, zijn er toch die kleinere worstelingen, waarvoor dit boek is geschreven. Maar wat je net in het begin van ons gesprek aangaf, is dat je het niet alleen maar per se is voor mensen die willen aangeven dat ze op jongens vallen als ze jongens zijn, maar dat iedereen een beetje die worsteling ervaart. In hoeverre heb je een boek geschreven over worsteling waar mensen zich ook mee kunnen identificeren die niet als jongetje op jongetje vallen of meisje op meisje? Ja. Dat is een hele goede vraag. Dat is ook moeilijk voor mij te beantwoorden, want ik kan me dat natuurlijk moeilijk. Kijk, wat ik heb geprobeerd. Ik vind gewoon, en er zijn meerdere mensen voor mij, Lise Korpers ook heeft onderhand met mijn sectiestuk, een documentaire die zij heeft gemaakt, gedaan, is laten zien dat je dat natuurlijk iedereen onzekerheden heeft. En dat je die kwetsbaarheid eigenlijk, dat op een voetstuk zou moeten staan. En dat we natuurlijk op onzekerheden en kwetsbaarheden heel vaak in onze samenleving make-up aanbrengen en dat een beetje verborgen houden. Terwijl iedereen zal kwetsbaarheden hebben, zal over dingen onzeker zijn, zal over dingen misschien twijfelen. Onzekerheid klinkt wat zwaarder dan het misschien bedoeld is. En het is helemaal niet erg als je het daarover hebt. Alleen moet er wel de ruimte voor zijn. Dus ik vond dat gewoon een podium mocht krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat zit in het begin. Hè. Worsteling vraagt aan zekerheid van waarom draag je geen. Of zekerheid vraagt aan worsteling waarom draag je geen horloge. En worsteling zit daar als antwoord op van ik ben tijdloos. Daarbij geeft natuurlijk aan van hè, zekerheid is altijd tijdelijk, en dat is iets wat ja, bijna kunstmatig op mensen wordt geplakt, op mensen kunstmatig uitdragen. En die worsteling zit door alle eeuwen, alle generaties, alle tijden van mens zijn maar heen verweven. En die zal ook altijd blijven. En daarom dacht ik van, ik vind dat heel belangrijk. En in dit boek is natuurlijk de worsteling van die geaardheid heel erg aanwezig. Maar ik kreeg ook berichten van mensen die depressie hebben gehad en die zeggen van ja, ik herken bijvoorbeeld het verhaal van de grijze mist die dus alle kleur letterlijk en figuurlijk voor je gevoel uit het leven wegzuigt. Of mensen die eetstoornissen hebben gehad. En die zeiden van ja, ik herken diezelfde sukkel. Dus. En ook mensen die zeiden van ik ging ook inderdaad voor het eerst op kamers wonen. Dan niet in Amsterdam, maar in een andere stad. En die zeiden van ja, ik herkende ook dat ik het spannend vond om in mijn eentje dit te gaan doen. Of dat te gaan doen, of zus te gaan doen. Dus ik hoop eigenlijk dat. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat veel mensen ook denken van het is echt voor de LHBTIQ+ gemeenschap geschreven. Of de roze gemeenschap. Maar dat is het niet per se. Tuurlijk. Is dat het verhaal wat erin zit. Maar als het goed is, kan iedereen zich er op een bepaalde manier in herkennen. Of het dan gelukt is, of dat iedereen zich er ook in kan herkennen of niet. Ja, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen als auteur. Want ik ben ook maar één mening. Dat zullen natuurlijk andere mensen moeten doen. Maar ik heb het in ieder geval wel geprobeerd. Dat ik in ieder geval denk dat je als puber bijvoorbeeld sowieso weer ergens onzeker over bent. En dat die onzekerheid in dat tweede deel van het boek ook wel verweven zit. En je zoekt naar identiteit. Dat is natuurlijk ook in het derde deel met de studentenvereniging waar dan Wobi heen gaat. Waar natuurlijk een identiteit eigenlijk wordt aangereikt aan mensen. Dus dat zit daar wel in verweven, denk ik.
Ja, nou, ik kan je wel inderdaad een tweede mening geven. Want inderdaad, vooral het eerste en tweede gedeelte van je boek beschrijft een levensperiode waarvan ik zelf niet heel veel op heb gereflecteerd. En door het lezen van jouw boek, ondanks dat ik niet in de LHBTI community zit, ging ik wel over die jaren en inderdaad dan over die interacties die ik had met met de mensen, mijn leeftijdsgenootjes, mijn ouders, ging ik wel op een andere manier ook weer reflecteren. Dus inderdaad ook, ik kan dat wel bevestigen, dat dat ook anderen heel erg kan laten reflecteren. Ja, Ik zie gelukkig. nog Dat is heel wat leuke vragen. ja. Sorry? Ik zei gelukkig maar, want als je nu had gezegd van nou, ik kon me er totaal niet herkennen, dan was het toch ingewikkeld voor mij geweest om daar weer uit te lullen. Ja, Maar fijn in ieder geval, dat scheelt. ik weet niet of ik dat dan had gezegd. Nee, dat zit wel goed. Natuurlijk wel. Ik had ook nog een vraag zelf inderdaad voorbereid. En Saskia stelt die in de vorm van: heb jij nu nog contact met die vriendinnen van de middelbare school? Ja, heel veel eigenlijk. Zeker. Die hebben ook zelf lijstjes bijgehouden met wie was en wie er misschien ook wel niet in zat. Maar Liesje, ze heet het echt anders. Loesje, scheelt heel weinig, mag haar naam wel gewoon zeggen. Weet ik van haar. Die zie ik heel erg veel. Ze is nog steeds een hele, hele, hele goede vriendin van mij. Heel veel andere, Anna die erin zit, die heet echt Anna. Soms liggen de namen heel dicht bij elkaar. Die spreek ik ook nog, die zie je vaak over de vloer. Dus nee, ik zie heel veel van die vriendinnen, Sylvia ook, dat is Lotte, in het echt. Dat zijn gewoon vriendinnen. En zelfs als ik ze niet letterlijk heel vaak zou zien, dan weet ik ook dat dat niet uitmaakt. Want dan zie ik ze, dat zijn mensen die zo, bijna niet als magneten, maar gewoon ja, aan je verbonden zijn, bijna aan je vastgenaaid zijn. En die raak ik eigenlijk niet meer kwijt. Dus je zou elkaar bij wijze van spreken een jaar niet kunnen zien. En er zou alsnog niks veranderd zijn. Dus het lijkt alsnog het gesprek nooit stil heeft gestaan. Dus die zie ik zeker nog. En nee, dat is dus een goede vraag. En gelukkig zie ik ze wel nog. Dus ik ben het vriendinnenleven niet kwijtgeraakt. Oké, okay. Nou, dan wil ik ook weer twee vragen in één gaan stellen. Wat waren hun reacties op het boek? En heb je ook reacties gekregen van mensen die je benoemt in het boek, maar die je eigenlijk verder niet zo veel spreekt nu? Ja, nou kijk, een deel, dus Liesje bijvoorbeeld en Sylvia, een aantal van dat soort vriendinnen, die waren mee naar Wildhuis Door ook. Waar het boek eigenlijk daar een beetje een boekpresentatie was, want we zouden eigenlijk later een echte boekpresentatie doen. Maar toen kwam corona om de hoek kijken. Dus dan ging ook het confettifeest ging dat natuurlijk even niet door. Meer dan logisch overigens. Dus we hebben nooit een echte boekpresentatie kunnen houden. Dus dat is wel eigenlijk geinig, of gek. Maar zij moesten toen heel erg huilen eigenlijk tijdens die uitzending, omdat het, nou ja, omdat ze natuurlijk ook zaten van ja, het is best wel heftig als je een goede vriend van je, dat zou ik ook heftig vinden als een goede vriendin van mij ergens heel erg mee zit of worstelt en je hebt het gevoel van goh, hebben we wel, dat hadden zij namelijk, dat gevoel hebben we wel genoeg gedaan. En ze hebben het boek ook gelezen, die zijn allemaal heel erg ontroerd. Ze vinden het ook heel erg leuk, want ze herkennen, voor hen is het natuurlijk heel erg leuk dat een heel groot deel van hun middelbare school en ook voor een deel van hun basisschool opgeschreven staat. Dus dat vinden ze ook heel erg leuk, dat ze hun eigen leven voor een deel terug kunnen lezen en die eigen herinneringen op kunnen halen. Jij zei Bram, dat je op bepaalde dingen dan gaat nadenken, was voor hen ook zo en dat voor hen ook de context helemaal helder was. Maar ook dat ze wel heel erg soms verdrietig waren en dat vroeg even geniet vroeg maar van, heb ik wel genoeg gedaan? Want ik heb daar nooit heel erg op doorgevraagd. Zo. En toen zei ik van, en misschien ook goed om er meteen bij te zeggen, heb ik gezegd, nee, je hebt het helemaal perfect juist gedaan. Ook omdat jullie in dat spel, zeg maar, wat je in je hoofd maakt, wat ik van deed, van doen alsof je niet verliefd was, maar dat het gewoon een hele goede vriendschap was en dat je hem gewoon alleen maar knap vond, omdat je dat objectief bekeek. Ze lieten dat ook een beetje zo gaan en ontstaan, waardoor ik ook die waarheid niet in één keer hoefde te zeggen, maar in hele kleine stapjes, zeg maar, kon vertellen. Dus die vriendinnen die ik eigenlijk nog veel zie, die lezen het ook, hebben het ook allemaal gelezen en die reageren daar emotioneel en mooi op. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Van de mensen die ik eigenlijk minder zie, kijk naar nou, het eerste deel, David, die is echt naar Israël gegaan. Dus die spreek ik niet. Heb ik ook niet gesproken. Ik weet ook niet of hij weet dat het boek er is. Ik vermoed ook dat hij in een omgeving zit waarin het niet per se geaccepteerd zou worden. Want daar zit de religie heel erg aanwezig eigenlijk. Ja. Daniel, die ik niet veel zie eigenlijk, maar die heeft het wel gelezen. Die reageert heel erg mooi. Dus ik wist wel even voor hem. Ik wist ook niet hoe ik het van tevoren nou zeggen of niet. Maar die heeft heel erg lief gereageerd. Arthur, die ik niet meer echt spreek, die heeft het ook gelezen. Die heeft ook een bericht gestuurd. Dus dat is allemaal ook heel positief overigens. Dus dat is
Maar er zijn niet echt mensen die ik helemaal niet meer zie. Behalve bijvoorbeeld mevrouw Vlieger. Die zie ik natuurlijk niet. En die komt in het boek niet fabuleus ervan af. En die heb ik niet meer gesproken. Dus ik weet niet wat ze ervan vindt. Ik heb er wel zo'n vermoeden. Maar dat laat ik even in het midden. Nee, precies. Ja, er zijn nog een aantal vragen omtrent je coming out, maar ook coming out in het algemeen. De eerste vraag die ik eventjes aan je wil stellen is van Glenn. En die vraagt, nadat je uit de kast kwam, heb je toen niet gedacht, had ik dit maar eerder gedaan? Ja, ik heb daar ja en nee. Want ik vond, kijk, om te beginnen vond ik niet dat ik uit de kast hoefde te komen. Dus ik heb daarom ook niet bij kerstavond dus gezegd van ik ben homo. Omdat ik dat gewoon echt niet zo, ook niet zo wil zien. Want ik ben Splinter en misschien viool spelen, paardrijden heel leuk en mannen leuk. En dat is het eigenlijk. En het idee dat je ergens uit moet komen, dat is natuurlijk eigenlijk, ja, daar heb je zelf nooit voor gekozen. Je komt uit je moeder, maar voor de rest is het... Ja, hoef je natuurlijk nergens uit te komen. Dus dat vond ik ingewikkeld. Maar wat ik wilde het ook, als ik het zou zeggen, wilde ik het heel erg zeker weten. En daarvoor was natuurlijk toch in mijn geval, die Zoom met Arthur nodig. Dat ik ook lichamelijk wist van, oh ja, dit is wat ik echt leuk vond. Daarvoor had ik alleen meisjes gezoomd. En ja, toen dacht ik wel van, is dit nou waar iedereen in films en Hollywood en boeken en zo over heeft? Dat ik van, oh, wat erg, dan is dit zou het leukste moeten zijn op aarde en het is helemaal niet leuk. Dus dit is toch helemaal niet leuk, dat is niet zo heel positief over de persoon met wie ik gezoend heb. Maar het was wel in ieder geval niet wat ik ervan verwacht had. En toen ik met die jongen, in dit geval Arthur, zoende, toen had ik dat wel. En ik denk, dat gaf mij in ieder geval de zekerheid dat ik zeker wist van, oh ja, ik vind dit leuk. En dat kan ik ook thuis vertellen. En natuurlijk was ik heel blij. Toen ik vertelde, had ik dat heel graag veel eerder willen vertellen. Maar ik had het wel pas willen vertellen als ik het 100% zeker wist. En daarvoor had ik die zoen nodig gehad. Dus ik denk vooral dat ik eerder die kus misschien had willen hebben. Maar dat was natuurlijk ingewikkeld om niet te vinden. Dus ik denk dat het vooral dat is, in plaats van het thuis vervolgens vertellen. Want daaruit volgt eigenlijk alles vanzelf. Ja, ja. Nou, inderdaad. En de reacties daarop zijn ook heel mooi van Glenn. Dus die vraag stelde, die zegt, ik ben het met je eens. Ik vind het ook een rare term. En Annette zegt, mooie opmerking, je hoeft nergens uit te komen. Het is eigenlijk alsof je zegt, er is helemaal geen kast. Ik ben gewoon een Splinter. Mooi. Ja, ja. Wat nou kast? Oké. Maar om er toch nog wel eventjes bij te blijven. Er zijn wel mensen die vragen, wat had het... jij gaf het aan. Ik had die kus wel eerder willen hebben, want toen wist ik het eigenlijk gewoon. Ja. Verder was er niet iets geweest, want dat is een vraag, krijg ik hier van Sandra. Wat had het voor jou toen minder moeilijk gemaakt? En wat kunnen ouders, verzorgers doen om een kind te ondersteunen die daar doorheen gaat? Ja, dat is een vraag waar ik ook over heb na te denken, want ik heb die vraag ook vaak gekregen en het is een terechte vraag, maar het is ook een moeilijke vraag, want ik vind dat mijn ouders het echt heel erg goed hebben gedaan. En mijn moeder is er al een paar keer heel erg verdriet geweest toen ze het boek las, want ze zei van ja, geen enkel kind, en mijn vader ook, geen enkel ouder wil eigenlijk dat je kind zo'n worsteling meemaakt of zo struggelt. Terwijl, mijn ouders hebben er alles aan gedaan om het zo makkelijk mogelijk te maken, maar terwijl elke ouder natuurlijk ook niet in het hoofd van een kind kan krijgen. En wat ook niet moet vergeten, als puber wil je ook al weet je misschien wel heel erg diep van binnen dat je ouder het beste met je voor heeft, je wil er toch niet echt iets van weten. Dus je ouders kunnen je ook niet helemaal bereiken. En ik denk dat mijn ouders eigenlijk, ik denk als ik kinderen krijg, dat ik mijn kinderen op dezelfde manier zou opvoeden. Maar iemand vroeg aan mij wel van, goh, wat is dan één concreet ding wat je misschien anders zou kunnen doen? Wat ik misschien anders zou doen, maar dat is dus geen verwijt naar mijn ouders. Maar ik leg natuurlijk op een gegeven moment, heb ik een aantal keer een brief op het bed van mijn ouders gelegd. Met daarin echt heel erg ver weg een bepaalde, probeerde ik toch dingetjes, waren het dingetjes verstopt die ik eigenlijk niet wilde zeggen, maar misschien ook ergens wel wilde zeggen. En ik had dat misschien obvieser moeten doen, want dat was natuurlijk vrij onduidelijk wat ik nou eigenlijk wilde zeggen. Maar ik had denk ik wat ik zelf zou doen, als ik bijvoorbeeld vader ben en ik zie dat even mijn kinderen worstelt of ik denk dat een van mijn kinderen worstelt, dat je bijvoorbeeld niet dat gesprek rechtstreeks aangaat, dat kan je natuurlijk altijd doen, maar als dat niet werkt, dat je het indirect doet, dus bijvoorbeeld een brief op het bed van je kind legt. En ik denk dat je daarin
misschien, want dan doe je het via een omweg. Dat zegt niet dat de oplossing is, hè? Absoluut niet. Maar dat kan misschien als je zelf bang bent als kind, dat je, als je het rechtstreeks vertelt of direct zegt, zomaar terwijl je eigenlijk nog niks weet, dat je dan, dat dan de blik in de ogen verandert, bij wijze van spreken. Terwijl als je een brief hebt waar je bijvoorbeeld niet eens hoeft te antwoorden, maar kan je het wel altijd ook teruglezen. Dus zelfs als je dan heel erg onzeker bent, dan kan je denken van, ik lees die brief nog een keer en dan weet ik eigenlijk hoe mijn ouders erover denken. Dus ik denk dat ik dat zelf zou doen. Dat is aan mij. Oké. Ja, daar is dan nog een vraag over van Karin. En die vraagt of jij, zou jij lezingen op scholen willen geven hierover? Je praat er makkelijk over. Is dat wat voor jou? Dat soort dingen. Ja, in principe wel. Ik heb ook wel tegen mijn uitgever gezegd van, goh, kunnen we niet iets met scholen? Dat was voor de coronatijd. Kunnen we niet iets met scholen? Want, in mijn boek benoem ik het Paarse Vrijdag. En ik kreeg het laatst van een docent een berichtje van, ik kende de Paarse Vrijdag eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat deden wij op school helemaal niet. Ik heb het uitgezocht, ik heb het intern behandeld en wij gaan vanaf nu ook elk jaar Paarse Vrijdag doen. En dat vind ik heel erg mooi, omdat dat is iets heel kleins wat je kan doen. En dat is voor, kan voor een kind, niet voor iedereen, maar kan voor een kind of voor iemand die zoekt, wel heel erg helpen. Omdat je dus ziet, eigenlijk verborgen in de communicatie, verborgen communicatie van de docenten, van de school, van... ook al ben je zoekende, ook al verstop je er nog, voor ons hoef je niet te verstoppen. Voor ons mag je zichtbaar zijn door iets paars aan te doen op die Paarse Vrijdag. En terwijl anderen misschien dat helemaal niet door zullen hebben wat die paarse kleding betekent. Ik heb een aantal keren op die dagen ook paars gedragen. En mijn medescholieren hadden dat natuurlijk niet door, maar ik wist wat voor een dag dat was. Ik zou zeker wel op school langs willen komen en dat willen doen. Dat lijkt me alleen maar heel erg mooi. Zeker als je ook als je jongeren en je over dit onderwerp kunt praten en ook nog misschien kunt aanzetten wat te lezen, ja, dan sta je ook nog twee vliegen in één klap. Dat is ook nog eens voordelig. Ja, en goed voor de leesontwikkeling in Nederland. Dat is toch wel niet altijd even optimistisch, laat ik het dan zo samenvatten. Er komen nog wat vragen komen er nog binnen over je kleding. Aafke vraagt zich af of je die zelf maakt of dat je het laat maken. Ja, nou, hele goede vraag. Ik wilde eigenlijk, nog wel steeds ergens modeontwerper worden. Dus ik dacht vandaar ook de voorliefde voor de kleding. Moet ik zeggen, deze kleding is allemaal van één modeontwerper. Ook de kleding die ik de afgelopen tijd vaker draag, is van Peter George de Angelino Tap. Vrij lange naam, maar hij heet Peter George de Angelino Tap. Volgens mij staat hij zelfs in mijn dankbord. Dus als je zijn naam toch wil kunnen vinden en niet kunt onthouden, dan kan je hem daar vinden. En dat is een modeontwerper uit Den Haag. En die heb ik ooit een brief geschreven met de vraag van, goh, ik vind je kleding eigenlijk prachtig. Dat komt eigenlijk heel kort, dat was een langere brief dan dat hoor, maar het komt op neer. Zou ik een keer langs mogen komen in je atelier of mag ik even komen kijken? En toen heeft hij me uitgenodigd in het atelier. Die heeft gezegd van, goh, ik wil wel een aantal pakken voor je maken. Dus ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Dus ik heb ze niet zelf bedacht en gemaakt, maar ze zijn dus ook van Peter Zors. Maar ik moet wel zeggen, ik teken en schets voor mijn plezier wel. En net zo, je moet altijd dingen die je leuk vindt, vind ik, allemaal gewoon doen. En dan zie je vanzelf wel, ook al doe je er niks mee. Het kan geen kwaad om een schriftje op je nachtkastje of naast je bed te hebben liggen, waarin je eigen fantasieën, in dit geval zijn dan kleding schetsen. Ik kan overigens niet tekenen, dus dat is wel meteen een disclaimer. Maar kleding schetsen, daarin op te tekenen, zeg maar. Dan is het ook meteen uit je hoofd, hè? Dan is het ook meteen in de wereld geslingerd als je het optekent. Ja, nou, dat brengt me gelijk mooi bij mijn volgende vraag. Je zegt, je moet dingen die je leuk vindt, die moet je gewoon doen. Wat ga je doen? Wat ga je de komende tijd doen? Wat kunnen we van Splinter verwachten? Er is iemand die vraagt, heb je nog politieke ambities? Moet het boek verfilmd worden? Wat kunnen we verwachten van je? Nou, over het boek, daar gaan nog wel... Ik mag daar echt niets over zeggen, dan heb ik een heel groot probleem. Maar wat ik wel kan zeggen... Er zijn plannen om het boek te verfilmen. Er gaat wel wat gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ik wil heel graag nog in de toekomst verder schrijven. Dus dat ben ik wel echt serieus van plan. En voor de korte termijn, ik maak nu radio met Roos van Gree op de zaterdagavond. En binnenkort komt Oerol, het Opium Oerol. Dat is meestal tijdens een cultureel festival op Terschelling. Gaat niet door en Cornel Maas presenteert dat meestal. En het wordt een actief programma, dus voor de Avontros. Daar werk ik bijvoorbeeld aan mee. Dus dat soort dingen zijn eigenlijk op de korte termijn. En met de Avontros ben ik eigenlijk kijk een nieuw programma. Ik heb vorig jaar, denk ik, het programma Splinter in de Politiek gemaakt. Het ging eigenlijk over de politiek en eigenlijk ook over de vraag van, kan je jezelf blijven in de politiek? Ja. Klappen, dat is heel lastig. Maar over niet alles terug te kijken, dat is veel meer. Dus we zijn wel bezig met nieuwe programma's maken.
Dus dat is een, ik, kijk, maar ik, wat ik ook wel vind, ik geloof erin dat je niet te veel moet plannen. Ik had het boek, als je een jaar geleden of anderhalf jaar geleden had gevraagd, ga je ooit een boek schrijven? Ik zeg, nee, dat denk ik niet. En ik zou ook niet weten waarover. En nu ligt er een boek waar ik mee de hort op kan, zeg maar. Dus ik geloof dat je ook niet alles kunt plannen, want je moet... ik zie het leven een beetje, dat is mijn motto, ik zie het leven een beetje als een bos. En daar moet je gecontroleerd in verdwaald raken. En dat houdt in dat je gaat erin. En natuurlijk moet je hard je best doen en je moet je goede wandelschoenen aandoen. Maar soms neem je een zijpad en dan blijkt een hoofdpad te worden. Soms neem je een hoofdpad en dan blijkt een zijpad te worden. Soms zie je bloemen en die pluk je. En soms ligt er een boomschonk en daar moet je overheen springen. Dus het is de kunst volgens mij om daar niet te veel in te plannen. Maar gecontroleerd verdwaald raken in het bos. En dat is een beetje de doel. Dat ga je doen de komende tijd. Gecontroleerde verdwaling. Nou, dat is mooi. Dan zijn we precies. Het is precies 8:30. Okay. Ik heb de meeste vragen helemaal behandeld. Je hebt recht op 13 extra seconden, hè? Want ik was even eten aan het. Wat was ik? Moest de deur opengooien. Ja. Ja, nou dan. Dat is wel grappig. Want er was dus een vraag. Wie was het? Voor wie moest je nou de deur open doen? Nou, dat is een goede. Kijk, het waren boodschappen. Dus het waren. Ik was drie keer gebeld door een onbekend nummer. En ik kreeg een aantal berichtjes. Dus toen dacht ik moet het even doen. Ik woon namelijk alleen. Dus ik dacht al van, wat is dit raar? Dus hoe ga ik het nou uitleggen? Maar uiteindelijk was het. Ik dacht eerst dat het voor mijn buren om iemand binnen te laten. Dat heb ik ook wel eens gehad. Maar uiteindelijk was het gewoon eten. Dus dat is. Een aantal boodschappen zijn niet afgeleverd. Meerdere verschillende spullen. Dus het is. Ik zal niet uitweiden over wat er allemaal in die tassen zit. Maar dit staat in ieder geval nu binnen bijna. Oké, okay. Nou, allerlaatste vraag dan. De reacties van je vrienden. Van je ouders hebben we het gehoord en van je broers ook. Wat zijn de reacties van je vrienden dat je bent gaan schrijven en over het boek? Nou, van de vriendinnen is het natuurlijk zeer emotioneel soms. En het is een hele andere kant. Dus wat je, soms heb je natuurlijk dingen waarvan je zelf ook niet zo goed weet dat je dat leuk vindt of interessant vindt of misschien kan of daar iets mee wilt. En die je gaat doen en dan verbaas je jezelf. En in dit geval heb ik ook wel grote van mijn vrienden en vriendinnen eigenlijk verbaasd. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Maar wat ik wel goed bij moet zeggen, dat is wel belangrijk. Kijk, echte vrienden, die maken het eigenlijk geen reet uit wat je doet. Dus of je nou, of je programma nou goed gaat of niet goed gaat, of je nou een boek schrijft, wat wel of niet verkoopt, of je nou elke dag naar je werk gaat en heel vaak je lunch vergeet of niet je lunch vergeet, dan maakt het eigenlijk niet uit. En dat is wel wat ik merk. Ze vinden het heel mooi en we hebben er gesprekken over en over allerlei dingen, maar vooral als vrienden. Dus we gaan dan terugdenken aan die tijd op de middelbare school bijvoorbeeld. Maar het is niet, dat is ook wel gezond, het is niet dat ik opeens op een voetstuk sta bij mijn vrienden. Dus het is gewoon, ze vinden het heel erg leuk voor me, maar als we met elkaar gaan dineren, heb ik zeg maar 3 minuten spreektijd en heeft een andere vriendin 3 minuten spreektijd en een andere vriend ook 3 minuten spreektijd. Dus in die zin was ook alleen maar goed. Ze vinden het heel goed en daarna moet wel weer verder gewerkt worden en verder geproduceerd worden. Dus ze houden mij ook met beide voetjes op de grond en daar ben ik heel erg dankbaar en blij mee. Mooi. Niet nou, dat ik opschrijf hoor, sowieso niet, maar ik hou wel van ballonnen, dus dan moet je altijd oppassen dat je niet zelf een heliumbal wordt. Juist, nou heel fijn dat je dat soort vrienden hebt. We krijgen al een aantal reacties. Bedankt voor het mooie gesprek. Nou, vanaf mijn kant ook. Bedankt voor het mooie gesprek. Wil ik nog één keer nog even rustig wat gaan afsluiten. Ik wil in ieder geval benoemen dat deze uitzending terug te zien is via de site van ProBiblio. En dat de volgende uitzending dus volgende week is. Dan gaat Ivan Borgstein in gesprek met Marijke Schermer. En voor de mensen die het boek zelf nog niet hebben, dankzij Splinter, bedankt daarvoor, heeft boekhandel Verkijk in Gouda gesigneerde exemplaren te koop. Dus mocht je nou heel veel zin hebben om dit boek te lezen, natuurlijk na dit gesprek, en je had het nog niet gelezen, gesigneerde exemplaren bij de boekhandel in Gouda. Oké, dan wil ik jullie allemaal bedanken en een hele prettige avond wensen. Wie weet tot de volgende keer. Zie ik jullie nog ergens? Oké. Okay. Ja. Bedankt voor je openhartigheid, voor het boek en voor dit gesprek. Ja, jij ook heel erg bedankt. En bedankt, ik kan niet zien hoeveel mensen er meekijken, maar iedereen die meekeek en misschien mee geërgerd of mee genoten heeft, heel erg bedankt. En jij Bram, heel erg bedankt voor dit gesprek en voor deze gezellige, wat is het, donderdagavond. En ik zou zeggen, blijf gezond en blijf huppelen. Dat is belangrijk. Zeker, bedankt. Ik vond het ook erg gezellig. Oké. Hoi, fijne avond. Hoi.